Vandaag vlieg ik naar Colombia, Medellín, via London. Eerst London Heathrow, Bogotá en dan Medellín. Ik ben trompetist sinds ik 9 ben, al een behoorlijke tijd. En ik hou heel erg van salsa. Nou ja, wat doe je als salsa trompetiste in Nederland? Dan kan je tot op zekere hoogte kun je spelen, maar op een gegeven moment houdt het ook echt op. En toen ging ik een keer op tour naar Colombia en toen dacht ik, wauw, dit is echt een te gek publiek, dit is een te gek land. Hier zou ik wel willen wonen. En 6 jaar geleden heb ik eigenlijk die beslissing genomen. En nu kan ik dus met mijn muziek leven in Colombia. En is mijn carrière heeft echt een enorme impuls gekregen omdat ik daarheen ben gegaan. Ik was nu een weekje in Nederland. Onder andere, of eigenlijk de belangrijkste reden was dat ik ik mocht praten voor TEDx Amsterdam. Dat was natuurlijk een hele eer. En ik heb daar nu natuurlijk ook gebruik van gemaakt van de tijd om mijn ouders, mijn vrienden en mijn familie weer te zien. Ja, dit is eigenlijk mijn trouwe compagnon in het leven. Deze gaat altijd overal naartoe mee. En ook als ik hem niet op mijn schouder heb hangen, dan voelt dat heel leeg en raar. En ik zeg wel eens, mijn trompet is mijn stem. Hiermee vertel ik verhalen. En het kan zijn in een kleine bar, maar ik heb ook in stadions opgetreden, festivals, van alles eigenlijk. Nou ja, ik ben in Medellín ben ik gewoon heel beroemd en kent eigenlijk bijna iedereen mij. Als je me niet kent, dan heb je gewoon de tv niet aangezet het afgelopen half jaar, zeg maar. En in Colombia ben ik onder de salsa-minded mensen, zeg maar, ook heel bekend. Voor mij is het allerbelangrijkste dat het publiek gewoon een goede tijd heeft. Nou ja, daar geniet ik van.